supermooi. Hier nog één. Oh, recht boven. Zo, is gewoon eng, hè? Oh, hij gaat lopen. Oh, oh, oh. Hij gaat de auto... Nee! Hij gaat de auto... Lieve mensen, welkom weer terug bij een nieuwe video. En vandaag zijn we onderweg naar de Beekse Bergen. We zijn nu onderweg met de auto daar naartoe. Het is nog 11 minuten rijden. Het is een pittige rit, want we hebben geen airco in de auto. Heel fijn. Dus we zweten hier ons helemaal kapot. Maar in ieder geval, als we daar zijn, even wat drinken kopen. In ieder geval, dan zijn we weer uit de auto. En kunnen we genieten van de mooie dieren die we daar gaan zien. Dus we nemen jullie zoals gewoonlijk weer mee. En dan gaan we het allemaal zien. We zijn binnen bij het safaripark. In ieder geval, we gingen net naar binnen bij het safaripark, maar we twijfelen nu niet dat we dadelijk opeens tussen de dieren rijden, tussen de olifanten en alles. Ja, want je kan bij de Beekse Bergen dus met de auto door zo'n safari ding rijden. Dus echt bij de dieren, dus ik weet niet of we daar nou heen rijden. Ja, we wouden eigenlijk gewoon eerst even rondlopen. Even kijken hoor. Nee, volgens mij kan je hier gewoon links parkeren. Oké. Okay. En dan... Ja, dan neem ik aan dat we niet meteen bij de olifanten en alles staan. Er stond wel flaneren met de flamingo's. Oh jee. Ja, kijk, hier is de parkeerplaats. Dus ik neem aan dat we hier gewoon kunnen parkeren en dan is er niks aan de hand. Ik zou hem komen al meteen de eerste dieren tegen. Zonder dat wij in het park. Nou, ik vind het best eng zo met al die. Dat ik begin ze allemaal te slaan, joh. Nou, loop jij maar voorop. Dat zijn mijn vrienden. Allemaal gekke ganzen. Nou zeg, wat eng. Ik ben hartstikke tam. Wat raar. Ik loop... Hé! Hey. Groene poep. Maar dat wist ik niet. Wat zie ik nou weer? Hou chimpansee afstand. Hou een chimpansee afstand. Oh. Hou een chimpansee afstand. Nou, chimpansee. Chimpansee afstand. Anderhalve meter. Nou. Kun jij mooi ertussen staan zo. Ja. Ja, we zijn er. Bij het wandelpark. We kunnen daar ook met de boot, dus we gaan daar ook even nog met de boot over rond het park heen. En hier zitten als goed de eerste dieren. Ja. De aapjes, maar... Nee, ik zie ook geen aapjes. Oh, ik zie er één. De eerste wilde dieren zijn gespot. Wat zijn het eigenlijk? Ik heb geen idee. Die dingen van in de Lion King. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Niet een bison? Nee joh. Bison, dat zijn echt van die koeien. Oh ja. Die lijken meer zo van die antilopen of zo. Nou, daar had ik niet gedacht. Het is een ellipswaterbok. Fakka bro. We kunnen dadelijk ook net als deze mensen met de auto erdoorheen. Dat is wel leuk om te doen. Maar dan rij je gewoon midden in het dierenpark. Daar in de verte zie je de zebra's. Oh, zo! Zo! Hij schopt erin bijna omver, joh. Dat doen ze voor de vlog natuurlijk. Ja. En er zit ook een klein baby zebraatje. Echt? En die? Kijk, die is een stuk kleiner dan de rest. Ja, ze komen langzaam hierheen. Die achterste is groot, hè? Ja, die is ook wel aan het kijken bij die boom. Ja, die is echt mega groot. Deze komt dichtbij. Ja. En daar is de baby. De baby. Is wel een stuk kleiner. Beetje bruin ook, hè? Ja. Kijk dan, die komt heel dichtbij. Oh ja. Zo, wat cool. Wow. Die staart ons gewoon aan. En hier links ook eentje. Ja, en dan komen ze allemaal hierheen. Hoe roep je een zebra? Heb je een paard? Dat weet ik niet, misschien wel. Of... Hij kijkt wel. Ja, dat deed hij al de hele tijd. Nee, maar hij deed zijn oren spitsen. Echt supermooi. Ja. Wat is dit dan voor dier? Een soort pelikaan of zo? Nee, die is meer een grotere bek. We hebben ook geen verstand van dieren. Nee. Welke is het dan? Oh, een die. Nimmerzat. Ja, dat had ik nooit geraden. Nimmerzat, nee. Nimmerzat. Oh, ik heb net niet goed in beeld staan. Oh, kijk hier nog één.
Wow, recht boven ons, what the fuck. Dat die net zo ver worden aangevallen, hè? Ja. Fuck. Wel echt mooi dat die gewoon zo hier rond kunnen vliegen. Zo. Daar zitten er twee even helemaal bovenop. En die kunnen gewoon vrij rondvliegen, dat is eigenlijk best wel gek. Daar vliegen ze niet gewoon weg. Ja, oké. Super mooi, jongen, olifanten. Ik blijf te verbazen dat ze zo'n grote dieren zijn. Dat is echt niet normaal. En daarachter zie je er ook nog een paar lopen in de verte. Maar ik denk dat we daar dadelijk wel komen. Nou, van de Pumba. Oh ja. Het is Pumba. Wat is het ook alweer? Niet een zwijn, maar wel iets anders. Een stekelvarken of wel? Weet ik niet. Oh, hij gaat hem aanvallen. Maar wat heeft hij voor oren? Ja. Is er wel geen ding? Ik weet niet. Ik denk het niet. Ja, hij heeft hele rare oren. Een beetje van die elfenoren. Ja. Hij komt hierheen. Hij komt even zeggen wie die is. Ja. Oh. Shine pak in de vlog. Ja. Het vak komt wel heel dichtbij. Ja. Nou, heel schattig. Oké, daarachter zie je een paar kleine olifantjes ook en grote. Daarachter ook. Ook echt mooie dieren. Ja. Die vlekken ook allemaal. Maar die nek ook, die is zo lang, hè? Ja. Klein girafje en een kevenschil. Wow, kijk het verschil. Mooi, hè? Hier staan nog veel. Ja, allemaal kei groot ook. Zo mooi, hè? Zo van dichtbij. Giraf! Ja. Dat lijkt net echt. Ja. Ja, het is echt mooi. Zo gek dat die ene helemaal zwart gekleurd is. Wie was, ja, donkere vlekken heeft en een andere is helemaal licht. Net de Lion King zo, hè? Ja. Zo van die beelden die zo mooi aan het drinken zijn. Eigenlijk moet je gewoon je eigen Lion King trailer gaan maken. Met deze beelden. Ja, dat zou wel ziek zijn. Zo, loop hier opeens, zien we opeens een gorilla hier. Net alsof we het in het wild een gorilla hier zien. We zitten gewoon bij een dierentuin, maar ja. Hij is niet veel aan het doen. Het is niet spectaculair voor de vlog. Maak eens even salto, jongen. Doe eens even een gorilla geluid. Ja, hoi. Dus sta ik hier voor lul. Jij dan eens even een gorilla geluid. Ik durf het niet. We dachten dat hij alleen was, maar er komt er nog een aan. From out of nowhere. Nou, die gaat ook lekker zitten. Mooie beesten, zeg. Hoe die loopt. Met die armen zo. Opa. Schijnbaar ligt hier een Afrikaanse leeuw, maar ja, wij kunnen hem nergens vinden. Eigenlijk wel zonde, want ja, misschien wel een van de mooiere beesten van überhaupt heel het park. Vandaag rijd je daar met een auto en dan ineens zo raar. Nou, zo zachtjes zou het niet. Raar. Liggen de hyena's? Ik weet niet of die aan het slapen is. Ik denk het wel. Of aan zijn kleur zijn natuurlijk. Even aan het zonnen. Hij zal er niet dood zijn. Ja, hij ligt er echt heel erg stil bij. Hij wordt bijna te stil. Oh nee, hij ademt, ik zag het. Gelukkig. Wat is dit voor een rare combinatie tussen een zebra en een paard of zo. Een ezel. Een giraf. En een giraf. Ik weet niet wat dit helemaal is, maar. Het is een beetje zo'n giraffenkop. Ja, en een zebrakont. Ja, met een zebrakont, ja. Wat is het? Het is een okapi. Oh. Een okapi. Nou, die was echt slecht. Oh, 30 jaar. Wow. En 300 kilo, hè? Vogel. Oh. Hi. Zo, die kan dichtbij. Ja. Blijft leuk hoe wij gewoon bij de meest normale dieren helemaal denken van wow. Net zagen we ook een naaktslok en toen was ik zo van wow, een naaktslok. Ja. Maar daar een mooie beer. Loopt hij net weg helaas. Ik wil zijn hoofd zien. Ja. Ja. Ik denk dat er maar één optie is. Nee. De survival route. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga het doen. Ja? Ja. Kijk jongens, daar in de hoek zit een beer. Daar zie je zijn kop nog. En daar links loopt een andere, want die laat alleen zijn kont zien. Ik wou hier de survival route nemen, maar helaas staat hier uitgang. Dus
gaat dat hem niet worden. Dus dan gaan we weer terug naar beneden, waar Demi staat te wachten. Hey. Nou, die denken waarschijnlijk allemaal, vreten. Nou, zo. Helaas mannen, ik heb niks. Ik lust ook wel wat eten. Zo, die monden allemaal zo. Brr, brr, brr. Hoe? We hebben even lekker wat eten gehaald. En wat drinken natuurlijk. En zitten we hier gewoon bij een of andere gekke hippo. En een paar andere hertjes. En wat dan ook voor dieren het zijn. Nou ja, wel mooi uitzicht. En lekker eten. Daar in het water zie je ook een nijlpaard zwemmen. Echt heel gaaf. Oh, er zit er nog één. Er zitten dus in totaal 3 nijlpaarden hier. Maar jij kent Motormotor dus niet? Nee, ik ken hem niet. Echt niet? Nee. Ken je die van? En lekker mee. En lekker jumpy. Nee. Nee? Nee, die ken ik niet. Misschien als je het laat zien, maar ik weet niet, ik weet niet waar je naar zingt. Ik weet zeker voor iedereen die dit wel kent, want ja, als je Madagaskar hebt gezien, weet je wie Motormotor is. Een grote nijlpaard die dan zo die andere gaat proberen te versieren. Ik weet wel van, I like to move it, move it. Nee. Ja, lijkt echt super nep, maar... Zag je ogen? Oh ja. En dat is net ook zo'n mond die aan het bewegen was. Super groot ook, hè? Hij zit echt doodstil. En dan zit hij in het kooi en dan echt niks. Ja. Zo, dat is gewoon eng, gast. Hier zit er nog één. Nee, oh mijn god. What the fuck, die dingen zie je bijna niet. Nee. Het lijkt ook echt gewoon, ja, het lijkt ook nep. Ja. Alsof die gewoon helemaal doodstil zit, maar... Ja. Ik weet niet waarom, maar... Je ziet ook soms de tong een beetje zo bewegen. Ik weet niet of je de camera goed ziet, maar... Zo, maar hoe eng als je dit in het wild tegenkomt. Ja. Oh, zonder hekken tussen. Zo. En hier ligt er ook nog eentje gewoon. Ik weet niet hoe die hier is opgekomen, maar... What the fuck. En ze zitten zo stil. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon een keer zien dat hij gewoon in één keer beweegt dadelijk. In één keer dat ik in het water duik. Kijk, nog steeds die daar met zijn mond open. Het lijkt alsof het echt nep is, maar... Ja, we hebben het echt gezien. We komen hier bij een stel dieren. Hier de neushoorns. En daarachter ook met een paar flinke geweien of horens, of hoe je het ook noemt. Maar die neushoorn, ik vind die zo gaaf. Zo hé. Hey. Ja, die moet je niet s'avonds laat nog tegenkomen. Steentje. Nee. Dan is het rennen. Ja. Maar die zijn snel hoor. Ja, eigenlijk. En daar ook nog een paar van die antilopen of wat ook zijn. Ik kan ook rennen als het zijn kan. Ben jij ook nog opstaan, maat, of blijf je lekker liggen? Dat ben ik. Ja, en die heeft geen zin meer in. Ja. Iedereen gaat een beetje lopen. Jij denkt, nou, laat maar. Ik blijf lekker. Ja. Zo, echt gaaf. Dieren. Ja, die zijn ook heel gaaf. Ja, die horens. Ja. Oh, er zit beweging in. Oh, ja, daar gaat hij. Ik vind neushoorns echt misschien wel een van de ziekste dieren die er zijn. Het is even groot. Ja, dat is echt niet normaal. Wow. Hier is gewoon een zuidelijke cheetah. Ook echt een van de ziekste dieren die er zijn, maar... Ja, we zien hem nergens. En dan hebben wij ook bij de leeuwen ook al de hele tijd. Dat we al die dieren, al die, ja, die, de leeuwen, de cheetahs, de tijgers, eigenlijk al die dieren, die zien we hier nergens. Huh? Daar. Ja. Echt? Daar. Ja, op de camera zie je het niet heel goed. Maar ja, wij zien ze hier op zich wel prima liggen. Daar bij de boom, ik zal er misschien een cirkeltje omheen zetten of zo, zie je ze liggen. Jammer dat ze maar liggen, want het zijn ook echt hele gave dieren. Ook een van de snelste dieren. Volgens mij de snelste. Ja, echt heel gaaf. Ik voel me trouwens nu echt freakvonk in het wild. En echt zo de hele tijd, zo bij alles zo van, wow, kijk daar, wow, super gaaf. Moet ik ook aan denken, ja. Ja. Maar ja, het is wel echt heel gaaf allemaal. Zeker een aanrader om hier ook even naartoe te gaan. Eindelijk de leeuw is ook gespot. En daarachter liggen de leeuwinnen. Ook een super mooi dier natuurlijk. Wow.
Ja, echt heel mooi. Het is echt gewoon mooi, ik denk. Ja. Even lekker op de boot en we kregen de bootsafari eigenlijk, hè? Ja. En was eigenlijk wel leuk. En ook wel een fijne afwisseling, gewoon van lopen en dan even op de boot en nu gaan we naar de auto. Allemaal verschillende dingen die je kan doen. Ja, precies. Dus nu gaan we naar de auto toe en dan gaan we met de auto nog door het park in, zeg maar. Dat is ook een soort een route, de autosafari. En dan kan je dus echt gewoon bij de dieren komen, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Daar gaan we! Zonder airco, of zonder arco, want we mogen de ramen niet open doen. Oh ja, maar een klein beetje schuiven, we doen hem gewoon een heel klein beetje open. En als het goed is, ja, eigenlijk moeten we hier allemaal dieren zien, maar nog niet helaas. Nee, ik zal daar even langzaam rijden. Kijk, we zien hier gewoon echt gewoon een paar meter van zebra's en van, ja, wat is de andere dier? Ja, ik weet niet. Ik weet ook niet. Echt super cool dat we hier gewoon echt een paar meter vanaf zitten. Ja, ook gewoon zonder hek ertussen. Ja. Wow. Oh, what the fuck. Oh, hij kijkt hierheen, hè. Hij begint met zijn staart te zwaaien. Hij hoeft maar één keer boos te worden en hij duwt heel die... Oh, kijk deze hier. Nou zeg. Nee. Hij komt echt heel dichtbij. Daar duwt hij heel die C1 op, hè. Nou, dat lukt hem ook nog, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Dat gewei van de hert is ook mooi, man. Ja, wow. Ja, ik denk dat één zo'n ding echt wel deze auto om kan houden. Easy zelfs. Daar nog een groep hertjes die daar liggen. Oh, er komt er nog een aangedenderd. Daarom moesten de ramen dicht. Yo, zeg. Echt niet normaal, dit beest. Besef dat zijn neushoorn nog 3 keer zo groot is. Wow, yo. Hij zat hier gewoon recht naar ons te kijken. Hier nog een stier. De jak noemen ze hem. Kijk dan, hij kijkt naar ons. Sprint hier, hè. Oh, die horens tegen het raam aan. Oh, nou. Dan moet je hem een flink gas geven. Wajo, zeg. Oh, hij gaat lopen. Oh, oh, wat gaan we doen? Hij ziet mijn slushpuppy. Ik wil hem even wegleggen. Wow, hij kijkt naar binnen. Nou, hij komt echt gewoon hier helemaal langs. Nou zeg. Wat een ervaring. Kijk, daar zie je natuurlijk die giraffen die worden gevoerd door de safari auto daar. Dus er zijn natuurlijk mensen van de Beekse Bergen hier zelf. Dus die hebben waarschijnlijk eten of wat dan ook bij om die giraffen hier naartoe te lokken. Maar vanaf hier kun je het ook heel goed zien. Echt super mooie dieren natuurlijk. Komt Freek, vond ik weer ja, in actie. Ik moest er ook aan denken. Oh, waarschijnlijk zie je de camera niet goed door de zon. Oh mijn god, hij komt echt hier. Oh mijn god, hij komt daar hier naartoe. Oh mijn god. Ah, hij kijkt gewoon hier naartoe. Wow. What the fuck? En die baby komt er ook langzaam heen. Kom maar. Hier. Ja. We hebben niks te eten, helaas. Nee. Wow, hij staat hier gewoon een paar meter van ons af. Een fucking giraf, gast. Oh, Demi had het raam openstaan. Hij kijkt hier letterlijk naar binnen. Oh my god. Demi had het raam openstaan. En vervolgens komt hij hier naartoe gelopen. Ja, ik denk, doe even snel dicht, want die steekt zijn kopje daar. Nou, maar het scheelde niet veel, hoor. Hij zit echt hier naar ons te kijken. Ja. What the fuck. Oh, nou gaat hij weg. Kijk dan. Wat is dit nog niet normaal? Oh my god. Oh. Hij likt die... Hij likt de auto! Hij kijkt wat lach hier. Ja. Ik hoop dat de camera het vallen, want hij is bijna leeg. Hij zit... Oh, kijk dan. Hij zit echt... Maar die kleintjes komen nu ook aan, hè? Kijk je daar links? Oh ja? Kleintjes komen daar nu ook aan. Oh, wat gaaf. Ja, nu volgen ze iedereen natuurlijk. Kijk, gewoon een heel klein girafje en natuurlijk ook van die grote. We staan hier gewoon echt een paar meter van de auto af.
schattig. Wow. Wow. Komt hier naartoe. Hij gaat de auto... Nee! Nee joh. Hij gaat de auto lekken. Wat zie ik? Hij zit die auto in te lekken. Oh, maar wie zegt nou, heel de raam is helemaal smerig, gast. Oh, wat zie ik? Hij likt heel die vooruit helemaal schoon. Nou, schoon. Hij maakt wel helemaal vies. Kijk hoe... Nou, ik hoor hem hier. Ik hoor hem hier gewoon op het dak. Ee, wat vies zeg. Je hoort hem gewoon, hè? Ja. Nou, die daar wordt helemaal gepest van die auto daar. Nou, je hoort gewoon die auto. Ja, die tong eroverheen. Oh, mijn telefoon ziet nog wel beter zelfs, maar het is hier helemaal smerig geworden. De vooruit is echt heel vies. En hij staat hier nog steeds heel de bovenkant vies te likken. Want ja, je denkt dat hij schoongelikt wordt door die giraf, maar echt niet. Helemaal vies. De accu van de camera is trouwens leeg, dus moeten we met de telefoon doen. Maar sensatie, mijn sensatie. Ah, hij likt heel die auto vies. Wat krijgen we nou, jongens? Ja, die moet daar wel even naar de wasstraat. Godverdomme. Ja, komt ie. Kijk, alle auto's worden gepakt en de volgende komt er ook alweer aan. Ja, die gaat likken. Kijk, 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 kijk. Wat zie je nee. Ah, oh, die tong. Gadverdamme zeg. Hij eet even de lekkere blaadjes op. Nou, die gaan we dan ook wel even door de wasstraat doen, want... Gadverdamme zeg. Nou mannen, bedankt hè. Heel de auto's smerig. Hij gaat naar de volgende auto, dus we kunnen weer door. Nou, de giraffen zijn voorbij. Gelukkig. En nu zijn we hier bij de zebra's. Ook echt super mooi. Nou, we hebben wel echt wat meegemaakt, hè? Ja, die zijn wel mooi hoor. Ja. Lieve mensen, we zijn weer terug van de Beekse Bergen. Super leuke ervaring. En zoals jullie konden zien was het heel gaaf. Vooral natuurlijk in de auto bij de auto safari met de giraffen. Helaas viel mijn camera uit. Maar gelukkig had ik nog snel mijn telefoon kunnen filmen. En wat vind jij ervan? Ja, echt heel vet. Ik ging echt helemaal stuk. Ja, het was echt lachen om, om die giraffen bij ons te zien. Dat vergeet ik echt nooit meer. Nee, inderdaad. En we zijn zoals jullie kunnen zien hier niet thuis. We zijn in het hotel van de Valk. Want deze meid heeft het een cadeautje bedacht. Ja, een hotelovernachting. Ja, superleuk natuurlijk. Ik kreeg dit omdat ik geslaagd was voor mijn opleiding. In ieder geval hebben we een hele leuke dag gehad. En sluiten we voor vandaag de vlog af. En dan zien we jullie weer terug bij een nieuwe video. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en ciao!